Welkom terug bij Z Today. De verwachtingen waren hoog gespannen. Er lag een gouden toekomst in het verschiet voor Zuid-Afrika. Maar er gaat daar iets helemaal mis. Kredietbureaus geven Zuid-Afrika bijna de junk-status. En dat is slecht nieuws, weten ook Zuid-Afrikaanse economen. It will certainly make borrowing costs a lot higher for government. That means that a lot more of government expenditure will not be able to go to say health or education and the like. We gaan naar Koen de Recht, die staat in Afrika. Koen, waar gaat het mis? Nou, er gaat heel veel mis in Zuid-Afrika op dit moment eigenlijk. Maar het belangrijkste is toch wel het feit dat de grondstoffenprijzen zo gekelderd zijn. IJzererts, kolen, dat wordt hier massaal uit de grond gehaald. Maar ja, ze krijgen er nu gewoon minder geld voor. Dus gaan mijnbouwbedrijven duizenden mensen ontslaan. Dat is op zich natuurlijk niks vreemds aan. En een gezonde economie zou dat ook moeten kunnen handelen. Maar ja, de Zuid-Afrikaanse economie is gewoon niet gezond. Het was een opkomende economie. Ze waren zelfs lid van de BRICS-landen. Maar erg opkomend zijn ze al lang niet meer. Nee, wat is de kern van het probleem in die Zuid-Afrikaanse economie? Nou ja, ze zijn nog steeds bezig met het opruimen van de bende van de apartheid. Begin jaren 90 eindigde dat met een heleboel schulden en heel veel mensen buiten de economie. Er is heel veel gebeurd hoor. Miljoenen huizen zijn gebouwd, duizenden scholen, maar het gaat allemaal veel en veel te langzaam. Nog steeds zijn die opleidingen heel slecht, worden staatsbedrijven heel slecht geleid. En nog steeds heeft een heel groot gedeelte van de Zuid-Afrikaanse bevolking geen toegang tot elektriciteit. Nou, dat werd de laatste jaren een beetje verborgen doordat China zoveel van die grondstoffen opkocht. En daardoor groeide de economie van Zuid-Afrika en leek alles goed te gaan. Maar ja, dat feestje is nu voorbij. En dus blijven ze nu zitten met een bevolking waarvan een kwart zonder baan zit. En een economie die maar met 0,5% per jaar groeit. Terwijl de bevolking harder groeit. Dus per saldo worden de Zuid-Afrikanen deze tijd elk jaar armer. Zijn dit problemen die oplosbaar zijn? Ja, uiteindelijk natuurlijk wel, maar niet zomaar 1, 2, 3. De huidige regeringspartij, het ANC, lijkt vooral heel erg bezig met zichzelf. Ze willen de macht behouden, zodat ze de baantjes kunnen verdelen met zichzelf. Binnenkort komen er verkiezingen aan, lokale verkiezingen weliswaar, maar ja, echt harde beslissingen zullen dus niet genomen gaan worden. En bijvoorbeeld als het gaat om het onderwijs, ja, daar moet heel veel in gebeuren. Maar je hebt een hele sterke lerarenvakbond die alle veranderingen tegenhoudt. Dus het wordt wel heel erg lastig. Het kan, maar het is buitengewoon lastig. En het goede nieuws is gelukkig wel dat iedereen er nu van overtuigd is dat er iets moet gaan gebeuren. En dat komt dan weer door die kredietbeoordelaars. The credit rating, I think, in all of them, will help us to realize that we cannot go down this road of ever increasing government debt, of ever increasing bailouts of state-owned enterprises. And I think it will focus government's mind. Koen de Recht in Zuid-Afrika, dankjewel. Matthijs, Zuid-Afrika hoorde in de tijd tot Rusland, India, Brazilië, China, niet te vergeten, de BRICS-landen, Koen zei het al. Hoorden ze eigenlijk wel thuis in dat rijtje? Nou, ze kwamen er eigenlijk laat bij. De bedenker, een Goldman Sachs-analyst, die had een BRIC, had hij het over. En dat werd dan BRICS met een kleine letter S op het end. En in 2011 werd Zuid-Afrika uitgenodigd door de andere BRIC-landen, door de Russen en de Brazilianen en de Indiërs en de Chinezen, om ook mee te doen aan een BRIC-summit. En toen werd het BRICS met een S. Ja, toen eigenlijk hoorden ze er al niet bij. Het was toch ook wel een soort politieke reden. Afrika moest ook meedoen. Afrika moest ook een emerging market hebben. En daardoor kwam Zuid-Afrika erbij. Ja, maar eigenlijk gaat het met al die BRICS-landen slecht. Nee, ze horen er eigenlijk nu wel bij. Want nu lijken ze heel erg op andere BRICS-landen. In elk geval die grondstoflanden, zoals Brazilië en Rusland. Ik heb even gekeken wat er gebeurd is met de economische groei in dat jaar 2011, toen Zuid-Afrika erbij kwam. En 2015, het laatste jaar waarvoor we cijfers hebben. Nou, dan krijg je bijvoorbeeld Brazilië van 2,9% groei. Ik heb daar even, dit is werkelijk een persfoto van zo'n BRICS-vergadering. Heel gezellig was het al niet meer in 2015. 2,9 is nu 2,8% krimp in 2015. We hebben daar Moody uit India. Nou, daar, dat is een uitzondering. Daar gaat nog wel aardig. Iets meer groei ten opzichte van 2011. Poetin natuurlijk ook door de knieën gegaan door die grondstofcrisis. 2,4 naar -3,7% door de lage olieprijs. Ja, dan China. Gaat nog wel, maar gaat wel minder en is wel een zorgenkindje. En dit jaar waarschijnlijk nog minder groei. En Zuid-Afrika groeide al eigenlijk niet zo hard toen ze erbij kwamen. 3% en 1,2% vorig jaar. En zoals Koen net zei, nog maar 0,5% waarschijnlijk dit jaar. Dus ze zijn een echt BRIC-land geworden in de zin van dat ze hun belofte niet waarmaken. India is eigenlijk de enige uitzondering op dit moment. Ja, terwijl deze landen die zouden de wereldeconomie gaan redden. Ja, gaan redden, gaan overnemen. Ze hebben het ook soms gedaan.
Zijn jaren geweest dat de wereldeconomie echt alleen maar groeide vanwege deze vijf grote landen. Maar uiteindelijk is het toch niet stabiel gebleken. De potentie is nog enorm, toch, in Zuid-Afrika met die bevolking en die grondstoffen die ze daar hebben. Nee, dat is waar. Maar grondstoffen kunnen ook een vloek zijn. Hè? Dat kan zorgen voor een harde munt, omdat je veel export hebt van één bepaald product, een soort Dutch disease. En bevolking kan ook een nadeel zijn, want het moet allemaal maar weer naar school, het moet allemaal maar opgeleid worden. Dus dat, daar hoort echt bij een structureel sterke wordende economie, aangesloten op de wereldeconomie en ook nog een beetje vraag elders in Europa, in Amerika, zodat het wat aangejaagd wordt. En de overheid die op de juiste moment natuurlijk de juiste hervormingen doorvoert. Precies. Ja. En dat gebeurt in die landen niet. En daarmee zijn het eigenlijk, als je terugkijkt, zijn China en India bijzondere landen. Die hebben iets doorgemaakt. Brazilië, Rusland, Zuid-Afrika op dit moment. Eigenlijk ouderwetse ontwikkelingslanden die als de grondstofprijzen hoog zijn, knallen. Allerlei zeepbellen laten ontstaan als de grondstofprijzen dalen, omdat er een recessie is in het rijke deel van de wereld, gewoon in de ouderwetse problemen komen.